Ajax Anderlecht. Donderdag, 17 september. Kom allemaal naar Ajax Anderlecht. Donderdag, 17 december. Om 7 uur. Heb jij geen clubkaarten? Bestel dan je kaart via ajax.nl. En word daarmee gratis lid van de supportersvereniging Ajax. Kijk voor meer informatie op ajax.nl. Fantastisch. De supportersvereniging Ajax organiseerde dinsdagavond het Ajax Live supportersfeest in Zaandam. Hoe gaat het? Niet zo goed. Ik scoorde u net. Oh, hij ging door de benen. Best deel. En daarna werd het doelpunt dus geen. Ja, met wie speel je? Ik speel met Barcelona. En ik hoor dat kan je het een beetje winnen, of niet? Wat zeg je? Kan je het een beetje winnen? Ik moet zeggen dat ik wel geluk heb in de wedstrijd. Hij heeft een aantal goede kansen gehad. Ja. Alleen heeft hij ze nog niet af kunnen maken. Misschien dat ik hem straks zeg maar, nog een kans geef. Hoe ging het tegen Urbi? Ging wel goed. Ik had 2-1 gewonnen. En ja, ging wel. Je kwam nog even 1-0 achter, hè? Ja, dat was even schrikken, maar het ging goed. Is Urbi ook een van jouw favoriete Ajaxiden? Het is mijn favoriete speler, dus het was wel leuk. Verschillende Ajaxiden waren aanwezig om de avond extra kleur te geven. Onder luid applaus betraden zij als ware rocksterren het podium. De spelers namen ruim de tijd om handtekeningen uit te delen. De grote belangstelling maakte maar weer eens duidelijk hoe populair Ajax is. Issy, kan je hier ooit een beetje aan wennen? Nee, het blijft altijd raar om als je een handtekening geeft en dat ze dan zo blij zijn. Dat blijft altijd iets raars, ja. Hoe leuk vind je dit soort avonden? Ja, het is heel leuk omdat je vooral je kinderen, hoe blij ze daarmee zijn. Vooral als ze na een handtekening of net als ze met hun gingen voetballen. Ja, hoeveel plezier je ervan afstraalt. Ja, dat is prachtig. Heb je nog een panna gekregen? Nee, gelukkig niet. Nee. Maar er zaten wel een paar goede jongens tussen, ja. Hoe was het om op het podium op te komen? Heel erg leuk. Het was hard, ik vond het echt heel erg leuk dat je op ogen en oog kan staan. Zo, hoe groot supporter ben jij? Hele grote. Mijn hele kamer hangt vol met al mijn dingen. Ik ga bijna naar elke wedstrijd, als ik kan. Wie was van de Ajax-spelers jouw favoriet? Nou, Ubrahim Welsom. Hoe was het om hem te ontmoeten? Ja, leuk. Was je niet zenuwachtig? Ja, wel, een klein beetje. Ja. Hoe belangrijk zijn dit soort avonden? Nou, ik denk heel erg belangrijk, want het geeft heel duidelijk aan dat er een binding is tussen de fans van Ajax en de club zelf en de spelers. En dat wordt enorm gewaardeerd. Niet alleen door de supporters die hier allemaal aanwezig zijn, maar ook door de spelers zelf. Ze vinden het gewoon leuk om de fans te ontmoeten en een balletje te trappen in het Egon-doel. Dat zijn allemaal leuke activiteiten en ja, het houdt ook de clubliefde heel erg levend. Dus in die zin is het best belangrijk. Martin, is uw handtekening een beetje populair? Nou, ze moeten er langs, dus ik weet het niet. Ze kunnen moeilijk voorbij lopen. Hè? Maar eigenlijk zijn het allemaal Ajax-mensen. Dus ja, ook als het in een andere stad is, dan komen we er graag naartoe. En ik moet zeggen, de spelers ook. Als je bij andere clubs kijkt, nou, dat is heel moeilijk om er één of twee te vinden. En wij wijzen ze gewoon aan en ze gaan en ze zeuren niet. Ze vinden het nog leuk ook, kijk, maar er zitten er ook weer 6. Suarez die kon op het laatste moment niet, die gaat ergens anders heen en dan zegt Urbi, nou dan ga ik voor jou in de plaats. Nou, en zo moet het.